Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de Apple TV Plus serie Dickinson. Het tweede seizoen daarvan is namelijk net afgelopen en ik wil er gewoon even over praten, want volgens mij kijken nog niet heel veel mensen deze serie. Sowieso heb ik eigenlijk heel weinig mensen gehoord tot nu toe over Apple TV Plus, terwijl ik vind dat die eigenlijk al heel veel goede series hebben ondertussen. En eentje daarvan is dus Dickinson. Daarvan is het tweede seizoen net afgelopen en deze serie gaat over Emily Dickinson, de poet, de dichter. Ja, deze serie speelt zich ook af in de jaren 1800 ongeveer. Het is dus ook echt een period piece. Dus helemaal als je fan bent van films zoals Little Women, dan is dit zeker in je straatje. Maar eigenlijk gewoon voor iedereen die houdt van het maken van kunst en die zich kan relaten met je passie stoppen in een soort project, kan je op een bepaalde manier gewoon relaten met deze serie. Want een groot deel van deze serie gaat gewoon over Emily die bezig is met haar werk en de dingen in haar leven die haar inspireren om dus gedichten te schrijven. En ja, verder krijg je natuurlijk ook gewoon heel veel van haar leven te zien, van haar familie, van de relatie met haar zussen en de relaties die ze heeft met mannen, met jongens. En Emily Dickinson wordt gespeeld door Hailee Steinfeld en ik ben echt super groot fan van haar. Zij is echt een hele goede actrice en ze gaat later in dit jaar dus ook Hawkeye spelen, de nieuwe Hawkeye. Kate Bishop. En ik vond haar in Bumblebee ook heel erg goed. En deze serie tackelt dan ook een beetje de eerste dagen van feminisme. Want Emily Dickinson die was eigenlijk gewoon een heel groot deel van die eerste movement. En dus ook op wat het betekende om een vrouw te zijn in dat tijdperk. En hoe mannen met vrouwen omgingen toen. Maar ik vind het zelf ook gewoon heel erg leuk om te kijken naar iemand die zo ambitieus is. Die zo ook hoge doelen stelt voor zichzelf. Ik denk als je daar een klein beetje mee kan relaten, dan ga je echt wel dingen vinden in deze serie die je naar binnen trekken. Ik vind het ook heel erg cool dat de muziek van deze serie eigenlijk modern muziek is. Dus je hebt dan wel te maken met een serie die zich afspeelt in de jaren 1800, maar ondertussen hoor je wel gewoon rap en hip-hop en popmuziek van de laatste 20 jaar ongeveer. En je zou denken dat dat misschien een beetje irritant kan werken, maar dat werkt eigenlijk best wel mooi. Ze passen dat op de juiste situaties wel gewoon op de juiste manier toe. En het acteerwerk van iedereen buiten Hailee Steinfeld om is ook gewoon hartstikke goed in deze serie. Dus ik kan hem zeker aan je aanraden. Zoals ik al zei, helemaal als je houdt van period pieces, van een beetje van dit soort romantische drama's en kostuumdrama's, dan is dit gewoon echt je ding. En Apple TV Plus is ook niet zo heel erg duur. Volgens mij is het maar 5 euro per maand nu. En dan kan je dus gewoon deze serie kijken, Dickinson. Dan kan je Servant kijken van M. Night Shyamalan, Ted Lasso, C. Ze hebben ondertussen best wel gewoon al wat goede series. Ook The Morning Show nog. Ik ga binnenkort ook Servant bespreken wanneer het tweede seizoen daarvan is afgelopen. Maar laat me vooral gewoon weten of je interesse hebt in deze eerste twee seizoenen van Dickinson. Of als je hem al gezien hebt wat je ervan vond. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En subscribe zodat je op de hoogte gehouden kan worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.